Duurzwan is de organisatie die partijen bij elkaar brengt in de gezondheidszorg om patiëntveiligheid te verhogen en logistieke efficiëntie te verbeteren. In het Erasmus MC in Rotterdam hebben wij onze kennis en ervaring ingezet bij de implementatie van het order management systeem. In het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam worden jaarlijks bijna 38.000 bloedproducten toegediend bij meer dan 4.000 patiënten. Dit zijn enorme aantallen. Om het proces van reserveren, uitgeven en toedienen van bloedproducten beter en efficiënter in te richten, is het ziekenhuis gestart met het digitaal beheren van dit proces. Dat draagt ook bij aan het verhogen van de patiëntveiligheid. Hoe ziet dit nieuwe proces eruit? De arts in kwestie vraagt een HB-meting aan waarvoor een bloedonderzoek nodig is. De verpleegkundige ziet de aanvraag op het computerscherm verschijnen. Ze scant de polsband van de patiënt, print het etiket voor op het buisje. Vervolgens scant ze haar eigen medewerkerspas ter bevestiging, plakt het etiket met code van de patiënt op de buis en scant die buis. Daarna neemt de verpleegkundige bloed af. Het bloed gaat per buizenpost naar het lab en de onderzoeksaanvraag wordt digitaal verzonden. Het order management, wanneer de buis binnenkomt, hoeven we hem alleen maar aan te melden. Dat is één bliep met een scanner, waarna de buis direct het apparaat ingezet kan worden, waardoor de arts sneller hun uitslagen krijgt. Het bloedonderzoek wordt verricht. De arts krijgt de uitslagen en vraagt het bloedproduct aan. De verpleegkundige haalt het bloedproduct op bij het lab. Dit gaat als volgt. De medewerker van het laboratorium scant eerst zichzelf. Dan het patiëntidentificatienummer. Dan het etiket aan het bloedproduct. Vervolgens het eenheidsnummer. En tenslotte de productcode. Wanneer alles akkoord is, scant de ontvanger, de verpleegkundige dus, haar medewerkerspas en gaat terug naar de afdeling met het product. Nadat de verpleegkundige de transfusieopdracht heeft gekregen van de arts en de controles bij de patiënt heeft uitgevoerd, scant ze haar medewerkerspas opnieuw. Dan scant ze de polsband van de patiënt en vervolgens scant ze het etiket op het product. Pas wanneer het systeem alles gecontroleerd heeft, kan de bloedtransfusie worden gestart. We zijn ooit begonnen met patiëntidentificatie, dat bandje wat ze om hebben. We hebben dat voor medewerkers, we hebben dat op de OK gedaan. En we hebben dat nu in de volle breedte ingevoerd voor alles wat we doen met patiëntenmateriaal. En dat doen we volgens internationale standaarden. Nou, dat is al een, vind ik, iets om trots op te zijn. Dan zijn we nog een van de eerste. En ik zou willen dat wij niet een van de eerste zijn, maar dat er vele volgen om deze hoge kwaliteit na te streven en de veiligheid voor patiënten en patiëntenmateriaal. Nogmaals, daar zijn wij trots op in het Erasmus MC.